En hallo iedereen, welkom terug bij Jordi versus Rick. Ik ben een gast hier, Jordi, hier met de enige echte Rieke! En deze episode zitten we weer in Minecraft, want in deze episode gaan we namelijk een hele speciale challenge doen, want dat is namelijk Rick. Dingen bouwen in creative. Ja, en deze keer bouwen wij een Pokémon naar keuze van de mensen in deze server. Dus wat wij nu gaan doen is wij gaan vragen welke Pokémon de persoon die als eerste antwoord en een Pokémon geeft, die Pokémon moeten wij maken. Alleen het punt is, wij mogen niet afkijken naar andere pixel arts hoe die Pokémon er ook weer uitziet. Dus voor hetzelfde geld kiest hij een van de... Je mag gewoon niet googlen hoe de Pokémon nee. eruit ziet. Dus voor hetzelfde geld kiest hij een hele nieuwe Pokémon, Pokémon X en Y of Black and White. Oh, en nee. dan moet het maar een beetje gokken worden. Ja, doe maar wat. Oké, welke plot kies jij, links of rechts? Ik kies wel links. Oké. Dat is mijn plotje hoor. Oké, dan pak ik rechts. Oké, ga jij het vragen? Of moet ik het vragen? Doe jij het maar, weet je. Jij hebt toch wel autoriteit hier. Oké. Als ik het niet weet, bouw ik wel gewoon een heel mooi huis. Zeg een Pokémon, nu. Oké, komt-ie. Wie is nadat ik moet hier? 1. Pokémon. Pikachu. Ja, yeah. Godverdomme, ik wil geen Pikachu. We weten wel hoe Pikachu eruit ziet. Oké, ik zet de chat uit. Rick? De chat ook wel even uit. Oké. Heb je hem uitstaan? Ja. Dan ga je 5 minuten nu in. Wat voor kleur heb ik überhaupt nodig? Ja, wat denk je? Je weet hoe een Pikachu eruit ziet. Rood, geel, geel, nog meer geel. Oh, fuck. Ik ga wel proberen die staart. Die staart kan ik misschien nog wel. Oh, fuck. Kijk, mensen, wat jullie niet weten is... ik ben hier vet slecht in. Misschien wij iets vergeten. Ik kan ook niet het echt tekenen, hoor. Dus... Oh, kut. Ik heb mijn speed een beetje... Begeen dat ik aan het doen ben, joh. Hé, wat gek. Hoe kan dat nou toch? Huh? Oké. Ik geef een tip en ik zou gewoon... Nou, Pikachu's staart zit erop, hoor. Sorry, ik spiek te eventjes. Dit is toch niks? Okay. Ja, hoor. Kijk, mensen, als jullie niet weten, ik kan een heleboel in Minecraft, maar dingen bouwen... zelf? Rick, nee. Begin gewoon met het hoofd. Begin met het hoofd. Dat is volgens mij echt het makkelijkste van allemaal. Ben ik ook mee bezig. Ja, ik ga wel gewoon de elektrische gym bouwen, joh. Met prullenbakken, waar knopjes in zitten. En het idee is, jullie kijkers mogen zelf bepalen wie er wint aan het einde van deze episode. Oh, dat vind ik wel fijn. Ik ben ook alweer aan het nadenken. Nou, ik heb een hele mooie staart, wat nu? Zal ook nog wel een lichaampje aan vastzitten? Oh, natuurlijk, als je Pikachu van voren maakt, die staat er natuurlijk niet eens bij, dat scheelt. Oh, dit ziet er nog best wel goed uit. Oh, jeetje toch. Oh, man. Hoe moet ik sowieso beginnen met het hoofd? Ik maak me gewoon alleen het hoofd. Ja, maak alleen het hoofd, daar ben ik ook mee bezig, Rick. Hoe is de Pikachu's oren, is dat niet, zeg maar, zwart? Heeft hij zwarte oren? What the fuck, je hebt toch gewoon Pokémon gespeeld en gekeken? Wat is dit nou? Ja, maar ik onthoud dat soort details niet. Je weet toch wel... Dude, kom op nou, een Pikachu. Nou, even dat vind ik wel heel slecht. Ja, dat is zeker ook van die geel-zwarte oren. Ja. Domme Pikachu, kut joch. Verwend kut joch. Oh, ik ben zo lekker aan het bouwen. Het is een grappig meneer, Jordi. Je moet straks bij mij komen kijken als het klaar is, maar dat doe je sowieso wel. Ja, ik zal wel moeten, denk ik. Oh, dit is nu een Hitler Pikachu. Wat? Hij moet groter. Ik heb iedere keer het gevoel dat hij even niet te groot moet. Ja, dat zegt mijn vriendin ook zo vaak. Wat? Ja, jij hebt ook een beetje de tijd, zeg maar, ongeveer. Wat bedoel je, de tijd? Oh ja, ik heb ook de tijd. Moet heel eerlijk zijn dat ik niet echt meer zeker weet wanneer de tijd begon. Oh, maar we hebben nog geen timer aangezet, gewoon. Nee, ik loop gewoon te kijken hoe lang we aan het opnemen zijn. Dus, ga ervan uit dat we ongeveer nog 2 minuten hebben. Wat? Ik heb net een vierkant gemaakt die misschien groot genoeg is. Waarom maak je een vierkant? Om het hoofd! Een Pikachu heeft geen vierkant hoofd, het is dit. Maar mij wel! Oh, het is een... Wat ik allemaal bouw. Oh man, oké, hoe zit... Mond. Pikachu, jij hebt een mond. Zo, oh wat schat. Het erge is dat ik weet hoe het er ongeveer uitziet, want ik heb dat nu dus ook. Alleen ik heb nog wel een beetje het gevoel alsof die van mij er een stukje beter uitziet. Oh, ik geef hem een bruin mondje. Dan kan ik nog een beetje mijn intenties laten zien.
Ja, dus ik ga gewoon de stemmetjes van de kijkers winnen op een hele andere manier. Hier, misschien zoiets. Ja. Ziet er wel goed uit hoor. Ja, ik zou zeggen dat ik klaar ben. Ja, niks. Hoe lang heb ik nog dan? Jij hebt nu nog 1 minuut en 10 seconden. Oké, dan ga ik maar even. Ik ga met je meekijken voor de kijkers. Wat? Ik ga met je mee... En ben je een groot voorhoofd? Hij heeft in het algemeen een hoofd. Dat is een Hitler Pikachu. Ja. Oh, ik wou nog iets doen met zijn voorhoofd, ik weet alleen niet meer wat. Ik ben helemaal kwijt wat ik ook weer aan het doen was. Nou, je hebt ongeveer precies hetzelfde als wat ik heb. Wacht. Hier, we doen een beetje water erin. Dit is art, joh. Dit is art. Zo water eruit en dan hier zo. Hoppa. Je hebt nog bijna 20 seconden nu. Ik zou nu serieus even snel de ogen maken, Rick. Oh ja, de ogen, die was ik vergeten. Ja, 15 seconden. Maar zitten de ogen nu helemaal niet op dezelfde lijn? Jawel, dit is goed. 10, 9, 8, 7, 6, wacht. 4, 3, 2, 1, 0. Woe! Nou, applaus iedereen. Applaus. Oké, kom maar even kijken bij mijn kant van de muur. Wat weten die beiden hoe die van jou eruit ziet? Dames en heren, als jullie op Rick willen stemmen... of als jullie op mij willen stemmen... Oké, dit was ook pittig. Hashtag Team Rick of hashtag Team Jordi in de chat. Of in de chat, in de comments. En dan zien wij volgende reeks wel wie er heeft gewonnen. Die van mij is toch beter.